We staan hier aan de achterkant van de woning en een belangrijk onderdeel van de bouwkundige keuring is natuurlijk het kozijnwerk, het houtwerk wat in de woning, wat qua kozijnwerk en deuren aanwezig is in de woning. Nou, de klanten zijn natuurlijk erg benieuwd van hoe wij dat inspecteren. Als ik hier kijk naar een raampje, dan zie je eigenlijk al als je er langs heen kijkt dat er een verzwakking zit, een soort glooiing in het houtwerk. Als we hierop kloppen, dan hoor je hier hout. En hier, ik wil niet te hard prikken, want dan prik ik er doorheen. Maar als ik hier doe, dan zit je gelijk binnen. Hier zit een hele grote plek houtrot. Hier zit ook glasbreuk. Als we hier verder kijken, dat kozijn, dan zien we sowieso al dat het betimmerd is. Er zit een plankje overheen getimmerd. En hier hebben we de glaslat, bijvoorbeeld. In de glaslat, kijk, zien we allemaal houtwormen. Dus als je erop klopt, dan klinkt het ook helemaal hol. Hieronder is natuurlijk, ja, dit is duidelijk. Hier hoef ik weinig moeite te doen om te laten zien dat er behoorlijk houtrot aanwezig is. Normaal prikken we niet zo in een kozijn natuurlijk, want dan maken we alleen maar schade. We proberen zonder schade te maken dit duidelijk te maken, maar in dit geval was dit al zo zichtbaar aanwezig. Kozijnwerk belangrijk natuurlijk, vooral op die verbindingen. Daar zijn we behoorlijk alert van, joh, hoe is het gesteld met de verbinding? Als we hier naar de andere kant gaan, dan kan je zien en ook horen, dit is hout, hier klinkt het harder. Dit is geplemuurd, dus hout, plemuur. Dus wij weten al van hier zit eerder hersteld houtrot is hier aanwezig. Daar maken we uiteraard ook melding van in de rapportage. Wij weten niet of dit houtrot op een deskundige manier is hersteld. Daarom vermelden wij het, als dat namelijk ondeskundig is hersteld, dan gaat het houtrotproces achter het plemuur gewoon door.